Christmas bij één weekend hier op Sirius Radio. De volgende Chase in the Royal en Trumpet. En bus met studenten. Jongens! De buurt van Zomeren gaan soms in een opdracht uitvoeren. Die tour die staat eigenlijk helemaal in het teken van performance. Onze studenten die zijn vanaf nu, ze weten dit nog niet, maar ze zijn een performancegroep. Mm-hmm. En ze moeten binnen 2 uur tijd een hele performance bij Natuurtheater De Donk opvoeren. En de opdracht was eigenlijk dat we een kerstdiner moesten organiseren met z'n allen, voor onze eigen afdeling van lessen. En dit keer ging het niet alleen maar over het nuttigen van het kerstdiner zelf en de locatie, want die was namelijk al geregeld. Maar meer over de weg ernaartoe. We begonnen in Eindhoven en we moesten naar een camping in de buurt van Asten. Dat is 30 kilometer verderop. Dat was de tocht. En onderweg moesten wij kijken wat er eigenlijk zich daar bevindt en hoe kunnen we daar een experience neerzetten. Ja, en hoe verplaatst die groep zich uiteindelijk naar het kerstdiner? Op het moment dat we hadden besloten, we beginnen in Zomeren en dit wordt gewoon ons werkterrein van de tour, daar viel het allemaal bij elkaar. Het ging eigenlijk allemaal over entertainment. En wat wilden we brengen naar het kerstdiner? Natuurlijk een verhaal, maar wij wilden entertainment brengen. Ja. Toen we zo aan het rijden waren, zijn we gewoon op de Donk gestruind. Dit is gewoon de Efteling. Natuurtheater. Dat was een bordje, Natuurtheater naar rechts. Ja, oké. En toen keken we elkaar ook echt zo aan van, wow, dit is echt tof, hier moeten we iets mee gaan doen. Ja. Hezen naar Asten gaan fietsen. En toen kwamen we dus langs die boerderij waar ze al die kerstbomen hadden. En we hadden meteen zoiets van, ja, we moeten iets met de decoratie gaan doen. Ja. En uiteindelijk de Donk. En daar wouden we dus iets met kostuums doen, dus dat paste dan ook nog heel goed bij dat decoratiethema. Toen kwamen we erachter dat we toch wel veel dezelfde plannen hadden en ook dezelfde locatie daarvoor wilden gebruiken. Dus toen hebben we, denk ik, vanaf dat moment besloten om om toch maar samen te gaan werken. Ja. En dat heeft uiteindelijk heel goed uitgepakt. Nu hadden we echt iets om voor te werken eigenlijk. Dus je maakt niet de decoratie alleen voor het kerstdiner, maar je maakt het decor voor het theaterstuk. Ja. Ja, voor ons was het dan weer heel handig dat we iets minder in onze tour hoefden te stoppen. En dus een veel snellere manier was van verplaatsen in de tour zelf. Dat we echt elementen toegereikt kregen. Het hele concept was bij onze merging was dat er 1 decorgroep was en een entertainmentgroep. En die zou dan los van elkaar een script krijgen en de ene wist niet wat het decor gaat zijn voor hun scène. Deze twee zouden uiteindelijk mergen bij de Donk. Ja, om het natuurlijk nog spannender te maken voor de performance en de decorgroep, wilden we ook een hele hoop mensen uitnodigen die dan konden kijken naar het stuk. Dus toen heeft Hanna een berichtje getypt over met het concept en daar stonden we in het lokale krantje. Ja, en verder zijn we dus gaan flyeren. Dat hebben we bij een supermarkt gedaan en bij een basisschool. Ja. Maar op dat moment hebben we zelfs nog een aantal dingetjes aan het script ook moeten veranderen eigenlijk. Omdat het toen opeens wel duidelijk voor ons werd dat het ook wel heel erg voor kinderen waarschijnlijk zou worden. Omdat we de grootste groep mensen die enthousiast reageerden was op die school. Dus daar hebben we ook nog wat aanpassingen moeten doen. En we hadden geregeld bij Sirius dat het radiobericht wat is opgenomen. Waarbij je mij dus hoort praten over het concept. Dat ook afgespeeld zou worden in de bus. Dat nummer heeft echt nog nooit zo lang geduurd. Hebben ze het script uitgedeeld gekregen. Dus het script hebben ze eigenlijk gauw in de bus al gelezen. En toen hebben ze ook al meteen gekeken naar wie er bij hun in het groepje zat. En vanaf dat moment kwamen we aan op de markt in Zomeren. En daar stond Hanna te wachten. Al tijdje te wachten. Ja. En daar liet ik het filmpje zien. Ja, een soort van trailer van het stuk. Daar hebben ze allemaal neergezet, gekeken van nou ja, hoe gaat het eruit zien als we uiteindelijk aankomen bij de Donk. We waren de laatste stop. Uiteindelijk waren ze dus op de boerderij van boer Jan. Ja. En via een filmpje kregen de studenten te horen wat de bedoeling was. En ze moesten dus het veld in om daar de kerstbomen te oogsten. En aan de kerstbomen zat het materiaal dat werd gebruikt om de decoratie te maken voor het theaterspel. En binnen 30 minuten hebben ze dat moeten maken. Dus als gekken renden ze eigenlijk dat veld in. Mm-hmm. En daarna zijn ze echt
ja, heel gemotiveerd bezig geweest met al die decoratie te maken. Maar toen moesten we snel naar de boer. Ja, jij bent daar naartoe gereden, maar wij hebben eigenlijk onderweg... heb ik ervoor gezorgd dat we een beetje dat ze in groepjes al liepen. De groepjes waar ze ook mee gingen performen. Zodat ze onderweg al een beetje konden bespreken hoe ze dat gingen aanpakken. En ik heb het idee dat eigenlijk op die weg alles bedacht is. En dat vanaf het moment bij de boer dat ze gewoon lekker even pauze en lekker een drankje en gewoon gezellig gekletst. Ja, en toen waren 30 minuten voorbij en toen ging de deur open. En toen moesten ze met een decoratie zo de tractor op. Met een zacht tempo zijn we eigenlijk naar de donk toe gegaan. Dus voordat ze eigenlijk nog die tractor op gingen, kregen ze al een tweede filmpje te zien, zodat ze al konden nadenken over wat ze eigenlijk in de volgende opdracht zouden doen. Oh wow! Oh, this is heaven! Want daar moesten er weer kostuums worden voorbereid voor de theaterspelers. Mm-hmm. En meteen alle spullen bij elkaar gaan rapen. En daarna moest ik vrij snel weer door naar de donk om echt bij het theater terecht te komen op tijd. The very adventurous road actually for the non-adventurous road. Next. Leuke was dat wij echt backstage konden. En daar backstage stonden de decor, of stond daar te wachten. Met alles al uitgezocht. Dus het meisje met de zwavelstokjes wist al precies wat ze aan kreeg. Oh, that's very nice. It looks like Madonna. En toen hebben we snel de kleding aangedaan. Comforters drink. Dronken. Een flesje confidence hadden we gemaakt, dat ze nog even snel een drankje vooraf konden nuttigen. Niet dat ze dat nog niet gehad hadden. En toen is eigenlijk het moment van dat we dus daar op het podium stonden en dat al die mensen daar stonden zaten te wachten op ons. Dus jullie hebben op een gegeven moment het raam gemaakt. Ja, dus dat raam wordt op het theater de hele tijd verplaatst. En waar het raam staat, daar spelen de mensen op dat moment dan ook. En als het raam dan uitgaat, dan houdt het verhaal daar op. Ja. En dan wordt het verplaatst naar de volgende scène. Dus ik zou zeggen, geniet. Ja, het leek ons handig dat er verschillende scènes zouden zijn. En toen kwamen we al snel op het meisje met de zwavelstokjes. Die toch al zo is ingedeeld. Ja, dat script hebben we denk ik eigenlijk... bedacht in Istanbul met z'n vieren in de Shisha Lounge. Uiteindelijk heeft de performance groep het theaterstuk opgevoerd en de decorgroep konden zo kijken. Er waren ook twee mensen van de decorgroep die levend decor speelden, dus die stonden eigenlijk als een soort decorstuk daar ook op het podium zelf. We zijn begonnen met onderzoek te doen op het internet. En toen hebben we heel veel dingen eigenlijk gevonden, maar toch niet. Je krijgt niet echt een goed idee van hoe het daar nou uiteindelijk eruit ziet. Dus toen zijn we gewoon locaties gaan bezoeken. Als je de locatie die je al had, als je die daadwerkelijk ziet, krijg je daar een veel duidelijker beeld bij. En krijg je ook al meteen eigenlijk ideeën. Ja, en wat we toen ook nog hadden is dat wij uiteindelijk weer terug moesten naar alle groepen wat wij hadden gevonden moesten overbrengen. Maar dan gaat het dus weer via een ander medium. En dan heb je dus weer het probleem. Hoe kan je dat nou echt duidelijk maken en ook die mensen op die manier motiveren? Dan merkten we gewoon dat dat echt best wel lastig is. En uiteindelijk hebben we toen ook met iedereen besloten dat we 5 verschillende groepen hadden. Die allemaal afzonderlijk toch nog gingen scouten op verschillende locaties. En uiteindelijk is daardoor denk ik het hele kerst ineens een succes geworden. Van de vrienden stond op en hielp het meisje van de straat. Maar ik denk dat we op een gegeven moment wel echt onze tactiek hebben ontwikkeld. Dat we gewoon eigenlijk een soort toerist speelden in ons eigen land. Soms kom je echt bij mensen en dan... Die dan eigenlijk zo creatief zijn die dan dingen mogelijk maken waar je zelf totaal niet op komt. En dan ontstaat er een soort interactie van dan worden wij ook opgehyped door zo'n persoon. Die dan met allerlei dingen komt. De bedoeling was met de opdracht vooral dat ze inderdaad interactie hebben met de andere groep. Dus dat de twee groepen elkaar ook echt niet zonder elkaar konden. En toen gingen de studenten en wij ook met alle twee de groepen, gingen we met z'n allen dus in de Peel Express. Dus naar het kerstdiner. En dat was een rit van, hoe lang heeft het geduurd? Een half uurtje ongeveer. Ja. Ja. We hadden ook gezorgd dat we een lekker flesje wijn in die coupés hadden. Wel even zo'n moment van adem, van na al die spanning en hectiek die je dan als
ervaring meekrijgt, zeg maar. Om dan even wel rustig met z'n allen te overleggen en te praten van wat er nou eigenlijk gebeurt. Wat hebben we nou meegemaakt?